steen heet herkimerdiamant. Het is een hele fijne steensoort die via ons auraveld werkt. En dat is duidelijk ook wat wij nodig hebben als wij verder willen gaan. Hij zorgt ervoor dat we beter gaan zuiveren, meer gaan loslaten, meer naar ons gevoel gaan. Maar nog belangrijker, op zoek gaan naar het goede stukje in onszelf. Je merkt dan ook dat je deze steen op twee manieren kan gebruiken. In het water, om het water kracht bij te zetten. Maar ook om te zorgen dat wij de reiniging van ons lichaam gaan stimuleren. Een stuk zuiverder worden in ons gevoel. Als we hem bij ons gaan pakken, merken we ook dat wij gaan groeien. Groeien op zielsniveau. Hij zorgt ervoor dat wij verder kunnen. Maar vooral als wij weer in een nieuwe fase zitten. Of beter gezegd, net ervoor zitten. Wij merken dat het zwaarder wordt, dat het moeilijker wordt om ons doel te bereiken. Om juist dan door te gaan, om dat stukje zuivering te vinden, om door te kunnen gaan op die ladder van ons leven, is dit een hele fijne steensoort. Hij zorgt ervoor dat je dat stukje ruwe diamant in jezelf gaat zoeken, gaat slijpen, gaat polijsten, waardoor het mooi gaat schitteren, een mooi gevoel gaat geven, diep van binnen. En dat is typisch wat de herkimerdiamant dan ook doet. Hij haalt het goede in jou naar voren toe, naar boven toe. Hij laat het schijnen. Hij zorgt er dus ook voor dat jij als persoon zijnde kan gaan schitteren, boven jezelf gaat uitstijgen. Dus duidelijk een steen die ons kan helpen als wij bezig zijn met groei, ontwikkeling, om verder te komen op zielsniveau, onszelf durven te laten zien. Dus iedereen die nou zoiets heeft, ik wil graag vooruit, ik wil heel graag dat mooie, dat heldere, dat zuivere in mezelf vinden en naar buiten toe uitstralen, adviseren wij dan ook deze steen. Pak die lekker bij je en je zal merken, het gaat gemakkelijker. Het is net alsof het vanzelf gaat, want op zielsniveau ben jij op zoek naar die zuivering, naar die helderheid, wat in jou zit en wat jij wilt.